Een hele goede morgen zonder zorgen iedereen. Zo, ik ben net wakker geworden in het ziekenhuis, zoals je ziet. En je denkt waarschijnlijk van, wat doe je in het ziekenhuis? Daarvoor moet je bij de vorige vlog zijn, zodat je kunt zien waarom dat ik terug naar hier ben moeten komen. Ik kan wel al sinds al zeggen dat ik zeer goed heb geslapen, maar echt goed. Ik heb weer een mooi uitzicht, mensen. Jullie moeten dit checken. Check ook prachtig. Ik bedoel, ik geniet hier toch van, ze. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga normaal gezien afspreken met de enige echte Jordi. Ja, Jordi. Jullie kennen die misschien wel nog van de vorige vlogs. Het is lang geleden dat we hebben afgesproken. Ik had zo gedacht in mijn eigen van, ik heb er echt wel zin in om eens af te spreken. En ik hoop dat het leuk gaat worden, maar ik denk wel dat het leuk gaat worden. En het gaat tof zijn dat ik hem terug ga zien. Maar ik ga nu beginnen met mijn ontbijtje, omdat ik een ontbijtje heb gehad. Zoals je ziet staat hij rood overal een beetje. Dat is nog van lijmresten. En je gaat wel zien waarom, omdat ik lijmresten op mijn gezicht heb. Maar ik ga lekker genieten van mijn ontbijtje. Wat hebben ze me gebracht? Dus, hoeveel boterhammen? 3 boterhammen met deze shit. Oh, dat is wel iets lekker. Philadelphia. En een pakje boter. Een yoghurtje. En een lekkere chocomelkje. Zo, ik ga er namelijk echt wel van genieten. Dan pak ik mijn boelke. Ik ben weg. Ik zei, kijk, ik wel de vorige vlog. Het was leuk. Ik heb gekke shit gedaan. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga er lekker van genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Maar ik ga nog iets aan handen om te eten, want dat is genieten, dat is een voorgerechtje. Ja, yeah, life. Smakelijk. Zo mensen, ik ben dus nu terug op weg naar huis. En ik ben zo blij. Ik ga terug naar huis. We gaan een leuke dag tegemoet gaan, sowieso. Ik ga het fun proberen maken. Maar ik ga jullie nu eventjes in mijn rugzak steken. Rugzak, 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 rugzak. En ik pak jullie terug als ik thuis ben. Want ik moet redelijk veel dragen zoals je ziet. 2 volledige zakken. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Hallo. Oh, mooi uitzicht mensen. Check this out. Home sweet home. Ja, maar niet voor lang, want ik ga nu terug naar buiten. Ja, ik heb me al gedoucht, ik heb me opgefrist. Ik heb nog een beetje in een zetel gezeten. Wat gerust op het gemakske. Maar ik ga nu terug vertrekken, omdat ik naar Jordi ga. We gaan gewoon eerst wat een beetje babbelen, een beetje bijpraten. Omdat het lang geleden is dat ik hem gezien heb. En we gaan een keer naar Blaarmeers gaan kijken of dat de minigolfpark open is. Zo ja, dat wordt er een leuke content geshoot vandaag. Wow, ik heb er zin in. Ik hoop dat het open is, maar dus nooit gaan we gewoon een beetje op Blaarmeersen, wat rondhangen, chillen. We gaan er gewoon van genieten, we gaan er gewoon een fijne vlog van maken en een fijne dag van maken. Ik heb er echt al heel veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. Geef sowieso al een blauw duimpje in de lucht en comment gewoon iets gek. En laat iets leuk achter, dat geef ik sowieso een shout-out voor een nieuwe vlog. Want ik ben hier echt op de grind bezig, sowieso lekker gezellig. Maar ik ga nu terug vertrekken om naar buiten te gaan, want ik ga naar Jordi, dus ik zie jullie later. Oké, zoals je ziet sta ik hier nu aan de zijde. Ik sta hier nu te wachten op tram 2. Want ik en Jordi gaan naar Blaarmeersen gaan. We gaan kijken of dat we daar gaan kunnen minigolven. Het zou echt wel chill zijn. Ik hoop zo hard dat het niet op afspraak is, maar normaal gezien niet. Maar gelijk nu winkels en zo is het toch niet meer op afspraak. Dus normaal gezien zou het wel moeten lukken. Het zou echt wel vet zijn. Dat is mijn afspraak voor vandaag. Kost niet veel als je in de Gent naar zit. Als je hier in Gent woont, is het maar 1 euro, 1,5 of 2 euro of zoiets. Dat is helemaal niks. Ik heb het er wel voor over, sowieso. Oh, ik ging bijna zeggen, de vibe zit niet goed, maar het is hier redelijk rustig. Ik had het drukker verwacht. Ik wou dat het drukker was. Zodat ik mensen kon zien en nieuwe mensen leren kennen en zo. Zuid. Tram is er. Okay, we zijn toegekomen op de minigolfbaan hier in Blaarmeers in Gent. Check this out. Ik weet dat nu al, ik ga zwaar winnen. Ik bedoel, ik ga verliezen, want ik kan dan zo niet goed. Gaan wij gewoon random banen doen. Ik wil mensen genieten van, zou ik zeggen, want het wordt echt wel lit. Oké, zo, we gaan beginnen. Ben jij eerst anders? Of niet? Dus goed, we gaan eerst de namen op dat blad papier schrijven. En daarna gaan we beginnen. We gaan beginnen aan
baan 14. Dus zoals je ziet, damn, ik heb echt wel al zin in. Dus let's go mensen. Oké, dus Jordi gaat beginnen, let's go. Oeh, wat een goede shot man. In hoeveel slagen gaat hij die winnen krijgen, denk je? Vijf. Waarom vijf? Ze liggen super dichtbij. Ja, en? Dat is echt, dat wil ik zeggen. Oh. Oh. Bijna. Oké. Dat is minder dan 15 centimeter eigenlijk, hè? Mensen, zoals je ziet, het gaat super goed. Luffy. Ik zit hier zo nu mee te lachen, mensen. Wow, dat was echt mooi. Ik zit hier nu zo te lachen, hè. Maar weet je dat ik niet veel beter ga doen? Zes keer heb je gedaan, hè? Vijf keer? Dat was schrijven op dat papiertje. En degene die het minste punten heeft, die is gewonnen. En die moet dan trakteren. Degene die gewonnen heeft, moet trakteren. Op eten. Hey, dat is baannummertje. Ja, baan nummer 14. Oké. Je hebt dat goed gedaan, man. Vijf keer? Vijf. Ik ga voor drie keer. Drie keer? Wat dat we 9 keer gaan zijn? Hola. Ik moet dit. Oké. Okay. Ashley. Was ook goede slag. Eerste slag. Blijft hij. Blijf stil, hè. Blijf stil, hè. Dank u. Ben dat goed? Oké, doe. Spijtig, man. Oh, special effect. Trikkelen. Hoe is misschien? Wil je teruggaan naar deze baan? Huh? Hey yo! Oké, let's go. Nee! De guy legt gewoon weer. Wow. Wil je terug naar 14 gaan? Ik wil een rustig tikje geven. Meen niet. Die is al beter. Nummertje 3. Oh, ik ging echt heel eventjes stuk. Heel eventjes maar. Ja, dat is echt 14 centimeter van de rand, hè. Oh ja, dat mag. Oh ja. Oh. Waarom is dat zo demotiverend? Dat is de zesde, of zevende? Ja, zesde. Hey. Het staat beeld. Het staat erop. Het staat erop. Ja, het is toch beter op daarnet. Wat vind jij? Wow, die ligt wel goed, hè? Vier. Yes. Voordat je mijn slaag toont. Denk je dat dat gaat lukken? Maar ja, gast. Maar dan zou de techniek zo moeten zijn, toep? Nee? Ik heb dat duidelijk getoond, man. Ik ga dat nu duidelijk doen ook. Is goed, let's go.
Waarom speet je hand naar dat? Je zegt dat 2 seconden geleden dat ik je ging tonen hoe dat moest. Ik ga dat nu duidelijk tonen ook. En wat mensen, jullie hebben het gezien. Zo moet het dus. Dus ik zou zeggen, kom naar hier. En let's try it, dat doe het gewoon. Die is al beter, die is al beter. Oké, het is alleen mensen. Wacht. Dat is een derde, hè? Oeh, blijf hier. Jee! Oh my god. Oeh, die was mooi, met zo'n mooi rondje zo. Dan zeg je dat je dat niet zo goed zou kunnen. Ik ben pro en mensen, jullie weten dat toch? Ja. Oh. Ik heb slecht. Oh, maar dat was wel een mooie shot, man. Ja, zo tussen al die dingen. Ja, man. Let's go. Derde poging. Mensen, het gaat goed. We gaan gewoon verder fun hebben. Let's go. Oké, deze jump dat we gaan moeten maken, check this out. Het was toch zelf nest? Echt? Een nasty jump. Opnieuw dus. Oké, let's go mensen. Ik bedoel, ik moet wel zeggen, de vibes zitten goed, sowieso. Die was goed, die was goed. Die was legit keigoed, zegt hij. Ik ga ook hard slaan. Ligt echt bij hem van de baan. Die was echt wel zalig. Goud werd, man. Echt waar. Oké, slag nummer 4. Ligt het daar? Ja. Let's go. Is het gedaan? Ja. Hebben die ook al gedaan toen je zei? Maar ik vind het helemaal mooi. Wow, die ligt weg. En wat gaat er mee doen? Doe. Oké, ik had dus gevraagd aan Jordi of hij dat zou kunnen om dit in een hole-in-one te krijgen. Laten we zien of dit zou lukken. Ja. In 4 keer is het ook goed. In 4 keer is ja. Ja. Dat is die rand, hè? Ja. 15 centimeter. Maar die golf. Is dat 15? Wow. Wow. Denk je dat hij daar tussen? Maar dat gaat er zeker tussen. Die bal is veel te breed. Dat lijkt supergoed. Ja, nog 2 keer, hè. Hey, bijna. Nog 1 keer. Zou dat kunnen? Hé, hey. Ga weg hier. Down, down, down. Nu sta mij. Ik ga kijken of ik het goed zou doen. Als jij met een hole in one hebt, ja? Betaal ik u een pita. Oké. Okay. Mensen, ik voel nu heel veel druk op mij liggen. Wow, want hij recht wel over pita, dus moet ik het goed doen. Wait. Dit is dus niet oké. Ik wil deze gewoon afmaken, ook al is dat 7 keer. Schrijf al maar op mijn 7. Ik word geïrriteerd. Ik word geïrriteerd. Smeet de balken, hè. Nee, je moet dat kijk boeten. Bro, ik stop. Je had maar 7 slagen. Ik stop.
Nee man, ik ga dat niet doen. Ik stop ermee. Ik word geïrriteerd. Oké, we zijn hier nu aangekomen aan de laatste baantje. Dat is nummer 18. En dat is deze eigenlijk. We beginnen ervan te zweten. Wat? We beginnen ervan te zweten, joh. Zo op de laatste baan zo. Oké. Kom aan, hè. Let's go. Oh, ja. Dat was precies geen vet naar uit. Nee, helemaal. Hij doet dat zo goed, manke. Jij ook. Ja, merci, merci. Kom. Laat ik het doen. Laat ik het doen, hè. Laat het een twee keer. Allee. Oh, die was goed nog. No. Ja, vijf keer. Yeah. Joe, vijf keer. Zot, zot, zot. Lekker. Stel je voor, ik een hole in one. Mensen, ik heb daar net een hole in one gedaan, maar ik heb die niet gefilmd. Dat is echt wel jammer. Eerlijk, die was mooi, heeft toe. Ja. Die was echt sick. Heel mooi. Dat had ik niet verwacht. Nee man, maar ik ook niet. Het was zo echt raar gebeurd gewoon. Ja. Maar nu ga ik deze doen. Jor, neem de camera eventjes over. Let's go! Ik neem de camera even over. Sowieso. Let's go! Woe! Oké, deze was niet slecht. Die was niet slecht, nee. Zou ik dat met twee keer kunnen doen? Twee keer, zeker. Zeker. Zo wel meteen. Bam! En twee keer! Nu gaan we de punten optellen. En degene die het minste punten heeft, is gewonnen. En ik denk wel dat dat Jordi is. De minste punten? Ja. Nee, die hoorde man van u was beter. Dat, nou, kan, veel, dat kan veel goed maken. Dat zal veel verschil geven. Dat kan echt veel goed maken, dat is wel waar. Dus 67. 69. Jij? 72. Jij hebt 72? Ja. Schamelijk. Zij zeker? Ja. Wat was die laatste 18? Was een 5 keer of zo? Ah, wacht. Nee. Hoeveel had ik nu? 72. Dus eigenlijk nog plus die 5 is 77. Ja. En nu Ashley. En nu ik. 3 punten verschil. Dus jij had 77? Ja. Dat is echt wel sick. Met 3 punten verschil. Deze houden we. En als we nog eens komen, verbeteren we dat. Ja, het was echt nek en nek race gewoon. Met wie gaat het gaten? Awkward! Ik weet niet of dat dit goed gaat gaan, maar ik ga gewoon op speeltuin gaan. Samen met Jordi. Oh, het gaat weer zand in mijn schoen kruipen, hè. Want zoals je ziet mensen, ik heb zo'n gat in mijn schoen. Wat blijft? Ik ga filmen dat ik daarop ga. Ik ken je niet vandaag. Ah, echt? Dat kan. Hem wel, hè? Misschien van TikTok of zo? Ja. Dat kan wel. Echt? Ja. Topper. Ja, om zeer te doen. Doe een keer iets geks, ik zeg. Ik ga hierop staan. Dat zou ik wel willen doen. Wee. Wee. Ja, dat was het. Was het? Ja. Oké. Okay. Kijk, kom, let's go. We zijn weg. We hebben er niet gehaald. Oh my god. Zo, we zijn nu op weg naar een plekje om te kunnen eten. Maar we zijn hier ook ondertussen zo een beetje aan het rondlopen. Rond en in het Blaarmeerse, wat echt wel chill is. Maar kom aan mensen, dit is insane. Het is echt wel prachtig, de vibe zit hier sowieso goed. Ik geniet ervan. Ik kan er echt van genieten. Maar het is gewoon jammer dat het hier niet zo druk is. Dat ik heb graag. Like op zulke plekken heb ik het echt wel graag dat het heel druk is. Dus voor mij mag het er echt wel nog meer mensen komen. En het is ook gewoon nice. Ik wil wel in dat water springen, maar ik durf niet. Ik heb zo geen reservekleren mee of zo. Of geen handdoek. Plus het gaat gewoon ijskoud zijn. En ik kan er niet goed tegen. Als je de paar vlogs terug hebt gekeken, kan ik niet goed tegen koud water. Maar ik heb er echt wel zin in. Gewoon damn, gewoon zalig. Walking in sunshine, walking in sunshine, walking in sunshine.
Zo, hier zitten we dan. Ik zit hier op een random bankje. We zijn naar een pitazaak gegaan. Omdat Jordi heeft gezegd dat dat daar een goede pitazaak is, heb ik gezegd in mijn eigen, ja, ik ga dat wel doen. Ik ga daar iets kopen. Ik heb daar een durum gekocht. Ze zei dat dat een grote durum is, een durum mix. 8 euro. Ja, oké, dat kan wel zijn dat dat beter is dan een blanke berg, maar bro. 8 euro voor een durum, ik bedoel. Holy fuck, dat is duur. En het enige waar ik echt zin in heb is in dat flesje water. Echt waar. Nou, ik heb het zo warm. Ik heb echt mega veel dorst. En ik ga er lekker van genieten, sowieso. Zo mensen, hier is het durum dan. Ik heb dit al geproefd voor een TikTok video. Ik moet zeggen, het is veel te duur voor wat dat is. Echt waar, 8 euro voor een dure mix, like, damn, dat is wel redelijk duur. Qua smaak valt het wel nog mee, maar het kan altijd beter. Maar ik ben er momenteel van aan het genieten, sowieso. Ja. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Damn! Zo mensen, dus ik ben al eventjes thuis. Ik heb eventjes moeten rusten, want ik was echt kapot van deze dag. Want we hebben echt wel veel gedaan. Veel gewandeld ook. Oh, het heeft me deugd gedaan. Ik kwam thuis. Ik heb direct superveel water gedronken. Gelijk, no cap. Maar echt veel. Ik heb bijna 1,5 liter water gedronken op zo'n korte tijd. Maar zo, dat doet er niet toe. Ik had er nog zoiets liggen thuis. En ik heb dit eigenlijk gekregen van mama. Dat is zo heel handig. Dat is zo'n wiretje dat ik heb gekregen. Oké, maakt niet uit van waar dat komt of zo. Dat boeit mij niet, maar het is gewoon handig nu op dit moment. Dus ik ga dat vlug open doen. En ik ga die batterij erin steken. Ga ik het ook zo met een kabeltje doen, wat echt wel handig is. Oh, maar ik heb het nodig, want het is veel te warm. Oh, dat gaat zo handig zijn. Oh my god, heb er ook gewoon een staan erbij. Like, what the fuck is dat? Mega cool. Ik ben er zo blij mee. Echt waar. Oké, dus gaan we dat gewoon open doen. Voilà, hier zit gewoon 3 AAA batterijtjes in. AAAA, 3 keer A laat het zo zijn. Wat, waarom ze moeilijk doen, Ashley? I don't know. Voilà, wanneer zien hoe dat de eerste erin gaat. Normaal is dat nu moet naar. Wow, die heeft 2 standen. De eerste is echt voor dicht te doen als je zit te zweten, en de tweede van iets verder. Oh, wow. En dan ook gewoon met die staan erbij. Is gewoon veel te zalig. Kijk, mijn haartjes vliegen weg. Zalig. Ik ben er echt wel blij mee. Het is handig. Maar mensen, dit was het einde van de vlog alweer. Ja, ik weet het. Jammer, hé. Maar we zijn op de grind. En ik ben aan het proberen om dagelijks te vloggen. Het gaat een moeilijke worden om content te zoeken. Maar zoals ik al zei, er gaan veel saaie vlogs komen. Maar gaan ook heel veel super leuke vlogs aankomen. Dus stay tuned. Ik zou zeggen, abonneer eventjes op mijn kanaal. Geef zeker een like. Zo doen wij dat hier niet, hè? Zo sluiten we de vlog hier niet af. Zo doen we dat niet. Hebben jullie genoten van deze vlog? Vergeet dan zeker niet de blauwe duimpje in de lucht te doen. Hieronder heb je een balkje waar dat er in het rood staat. Abonneer, klik daar zeker even op. Dan wordt hij in het grijs gezet en dan ben je geabonneerd en behoor je bij de Ashley Squad. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar zeker even op als je niets wilt missen van video's of vlogs. En wat ik zoals altijd ga zeggen mensen, dat is tot de volgende video of vlog later.